Waar zijn we eigenlijk hier? We zijn hier in Brouwerij Noord. De oude brandweerkazerne in het midden van de stad, aan de oevers van de Rot. En dit was voormalig roodtrapterrein, daarnaast een brandweerkazerne geworden en nu brouwerij. Wat wordt hier gemaakt? Hier wordt alleen en voornamelijk bier gemaakt. Waarom speciaal een brouwerij in Rotterdam-Noord? Omdat er geen brouwerij in Rotterdam was en ik ben in Rotterdam-Noord geboren en ik woon mijn leven lang al in Rotterdam-Noord. Dus de brouwerij moest in Rotterdam-Noord komen. Waar wordt bier van gemaakt? Bier wordt gemaakt van simpele grondstoffen, dat is water, graan, gist en hop. Wie maakt het bier? Ik maak dat bier. Ik ben de brouwmeester hier, dus ik maak alle bieren en ik verzin de recepten en ik verzin de smaken. Wat voor soorten bieren worden hier gemaakt? Hier worden twintigtal types bier gemaakt. En van lager tot heel donker en heel zwaar. En alles wat daartussen zit eigenlijk. Hoe lang duurt het voordat een bier klaar is om in de verkoop te gaan? Een bier is gemiddeld tussen de 3 en de 6 weken nodig om te rijpen, om klaar te zijn voor de verkoop. Hoe lang bestaat de Brouwerij Noord? Een week geleden, 2 jaar terug, hebben we onze eerste brouwsel gemaakt. Dus exact 2 jaar. Bier blijkt tegenwoordig een hele grote hip te zijn. Het is nu overal. Hoe is dat gekomen? Dat komt uit Amerika. In Portland is er een meneer geweest die een brouwerij is begonnen. En die heeft aan de gouverneur gevraagd: waarom mag ik de alcohol die ik maak niet aan de brouwerij verkopen? En toen hebben ze een wetswijziging toegepast. En toen konden brouwerijen dus aan de brouwerij hun bier verkopen. En daar is die hele storm mee ontstaan.